Hij werkte hiervoor bij succesvolle scale-ups als The Next Web en MessageBird, voordat hij een royaal aandelenpakket vroegtijdig verkocht om voor zichzelf te beginnen. Nu helpt hij met culture builders, bedrijven en organisaties met het ontwikkelen van hun bedrijfscultuur. En waarom hij ondanks een snel groeiend bedrijf toch onlangs zijn geliefde Rolex verkocht, daarover gaan we vandaag in gesprek met mijn gast Jorg Ruijs. Jorg, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, die Rolex was toch even een dingetje. Je hebt fantastische klanten. Je werkt voor Tommy Hilfiger, ABN AMRO kwam ik laatst tegen, Snapcar. En dan toch, ondanks dat succes, moest je je horloge verkopen. Waarom was dat? Ja, dat was een klassieke fout, denk ik, als ondernemer. Of in ieder geval, ik ben dan net een klein jongetje. Ik was net begonnen met ondernemen en ik heb een YouTube-kanaal naast het bedrijf. En daar had ik de eerste samenwerking mee met ING en daar kreeg ik best wat geld voor. En dat was heel fijn, want ik was nog steeds een beetje aan het bouwen, dus ik had niet constante inkomstenstroom. En ik had al wel een redelijke buffer, dus ik dacht, nou, nu kan het. Weet je wel? Nu heb ik eigenlijk geld uit een hoek waar ik niet had verwacht dat ik die samenwerking zou hebben. Dus dat extra geld zou hebben, ik ga een Rolex kopen. Maar het is natuurlijk hartstikke dom om te doen als je net bent begonnen met ondernemen. En toen, anderhalf jaar later, dacht ik, hey, die buffer is wel een stukje geslonken. Volgens mij moet ik gewoon die Rolex verkopen. Maar dat is wel heel grappig hoe je ego dan gaat zeggen, nee man, je moet hem houden. Want... Ja, grappig, want je was er heel open over, vandaar dat ik er ook over begin. Je had het op je vlog, vertelde je dit. Ja. Wat voor reacties kwamen erop? Ja, hele leuke reacties. Want ik denk vaak wat je op social media ziet, je ziet toch heel vaak de mooie kant, hè? Dus met Rolex en een beetje de goed nieuws show van iedereen. Goed nieuws show, ja, zeker. Ja. En als je dan een titel hebt, ik moet mijn Rolex verkopen. En het moet was dan een beetje aangedikt. Maar goed, ik kon het gewoon goed gebruiken, weet je wel. Gewoon even je cashflow even wat beter positie innemen. En ja, je krijgt gewoon heel veel leuke reacties van mensen. Je kunt het gewoon waarderen dat je oprecht en eerlijk bent. Van joh, ik had hem ooit gekocht, maar eigenlijk na een week is dat geluksgevoel wel weer weg. En nu zit je ego heel hard op je in te praten dat je moet houden en dat je eigenlijk een loser bent, dat je hem moet verkopen, want je had gewoon je zaakjes beter moeten regelen. Dan dacht ik, ja, want waar gaat dit over? Ja, maar je hebt 8.500 volgers, hè, op YouTube. Ja. Levert je dat je nou ook nog iets op? Want je moet elke week een vlog maken, best ingewikkeld met een jong gezin en een eigen bedrijf. Ja. Ja, ik begon het als experiment, dus ik had met mezelf afgesproken, ik ga 10 vlogs maken en ik mag pas oordelen wat ik ervan vind aan het einde van die 10 afleveringen. En dat is een hele goede afspraak die ik met mezelf heb gemaakt, want anders was ik al lang gestopt bij vlog 3, want ik moest mezelf leren editen. Nou ja, dat is wel heel gedoe, weet je. Dat kost je een hele zaterdag en dan zit je dan een uur lang te editen, zodat de muziek net op de beelden zo, en dan heb je 10 seconden aan video, weet je, dan ben je dan 2 uur mee bezig. Dus het was goed dat ik pas na 10 vlogs mocht oordelen. Ook omdat het heel gênant is om met zo'n camera over straat te lopen en dan een monoloog te voeren, weet je wel. Iedereen zit naar je te kijken en denk je, nou... Dus daar moet je even overheen. Maar ik merkte al gauw dat ik heel veel leuke reacties kreeg, omdat ik het best wel over een serieuzer onderwerp heb. En vlogs begonnen toch wel met onderwerpen voor kinderen. Het gaat echt over je bedrijf. Wat zeg je? Het gaat ook echt over je bedrijf nu. Ja, het gaat over ondernemen en over cultuur bouwen. En ja, je merkt dat mensen dat gewoon wel heel erg kunnen waarderen. Denk, hé, wat gaaf, weer andere onderwerpen, wat serieuzer... Ja, dus je krijgt heel veel leuke reacties. En dat kreeg ik dus al redelijk snel. Dacht ik, misschien moet ik er maar gewoon mee doorgaan. Nu heb je 8.500 volgers, best veel. Ja. Mijn vriendin heeft er 56.000. Wrijft ze dat er nog wel eens een beetje in? Nee. Nee. Maar het gaat gelukkig ook niet echt om die volgers. Tuurlijk, je ego krijgt af en toe een boost. Dus ja, weet je, nu vind ik het een hele mooie mijlpaal als ik op de 10.000 kom. Maar dat komt wel. Wat ik heb gemerkt, is ik zit in een niche en mijn vriendin ook. Mijn vriendin, haar vlogs gaan over geluk. Mijn gaat over ondernemen. En je merkt gewoon dat je best wel een niche zit. Dus ik had al heel snel zo'n samenwerking met ING, wat ik helemaal niet had verwacht. En die zeiden van, Jorg, wil je niet met ons een campagne maken over ondernemen? En voornamelijk eigenlijk over beleggen. Wat je als ondernemer kan doen om je geld goed te beleggen, zodat je misschien een beter pensioen hebt voor later. Rolex. Rolex. Ja, dat is wel een goede belegging, want hij was toch nog wel wat waard. En aandelen. Ja. En toen dacht ik, ik checkte even, ik zit bij zo'n agency. Zeg, weten ze wel dat ik maar 2500 volgers heb? Weet je, snappen ze? Ja, nee, dat klopt helemaal. Maar je zit in een niche, hoog engagement. Dan dacht ik, oh ja, dat klopt wel. Oh, grappig. Toen zijn we die samenwerking aangegaan. Hey, we gaan het hebben over cultuur. Zou je eventjes voor mij in ieder geval kunnen vertellen wat cultuur voor jou inhoudt? De beschrijving is voor iedereen anders, denk ik. Ik denk ook niet dat er één goede, eenduidige beschrijving is. Maar als ik er naar kijk, dan is het eigenlijk de set van ongeschreven regels, de normen, waarden van een groep mensen, hun overtuigingen, waar ze in geloven, hun angsten en hoe ze met elkaar werk doen. En misschien een betere manier om het te zeggen, hoe je het snel ziet, is hoe een medewerker zich gedraagt als de baas er niet is. Och, hoe de medewerker zich gedraagt als de baas er niet is. Dus waar een medewerker op terugvalt. Stel voor je baas, je CEO zit in een vliegtuig naar Australië. Jij moet een belangrijke beslissing nemen die normaal de CEO zou maken. Waar val je dan op terug? Nou, val je terug op je ervaring en gedeeltelijk op de cultuur die er heerst. Hoe maken we hier beslissingen? Mag ik deze beslissing maken? En hoe doe ik dat dan? Dat is waar je dan op terugvalt. Waar komt die fascinatie voor cultuur vandaan? Ja, dat is wel grappig.
mijn allereerste zomerbaantje, of een van de eerste, was in een augurkenfabriek. Ik heb 2 dagen volgehouden. Niet omdat de cultuur zo slecht was. Ik wist niet eens wat cultuur was in die tijd. Maar dat was meer omdat ik stond aan een lopende band. Dan kwamen augurken dan de fabriek in. Dat was een hele grote lopende band door de hele fabriek heen. En ik stond vooraan en ze zeiden, ik begon om 6 uur 's ochtends, niet ontbeten, 14 jaar. Ik ging daar staan en zeg, nou, jouw enige taak is rotte augurken van de lopende band falen. Dus dat heb ik de hele tijd zo zitten doen. Maar ja, die lopende band die liep door die hele fabriek heen. En als er ergens in de fabriek iets gebeurde, stond die hele lopende band stil. En dan stond ik daar gewoon een beetje duimen te draaien. Nou, dat gebeurde wel 30 keer op een dag. Dus de 2e dag raakte ik een beetje verveeld. En toen begon ik gezichtjes te kerven in de gezonde augurken. Nou, dan kwamen ze na 1 uur achter. Want dan was door de hele proces heen, zaten ze op een gegeven moment in potten. En zeiden ze, wat is dit nou, weet je wel? Dus toen zeiden ze van, misschien moet je ergens anders een baantje gaan vinden. En toen heb ik heel veel zomerbaantjes gehad. En het viel me toen al op dat als je op sommige plekken komt waar gewoon heel veel... Ja, dan is er gewoon een hele mooie energie. Zijn mensen trots op wat ze doen, vaak ook goed in wat ze doen. Willen ze het graag aan je uitleggen. En soms kwam ik op plekken, ja, dan was er zo'n hele negatieve sfeer. Iedereen was alleen maar aan het zeiken. Hè. Dan stonden ze buiten te roken en dan, ja, het management heeft besloten. En ja, dat kan helemaal niet. En heel negatief. En toen de tijd wist ik echt niet dat dat iets was als cultuur of dat soort dingen ermee te maken hadden. Maar het enige wat ik dacht is, ik hoop later in een bedrijf terecht te komen waar het goed geregeld is. Maar ja, je komt op een gegeven moment bij MessageBird terecht. Ja. Grootste Europese Series A-ronde ooit gedaan. 60 miljoen opgehaald. Ja. Waanzinnig knap. Je zat ook onder meer in Silicon Valley volgens mij voor ze. Nou, meer voor de Next Web, het bedrijf daarvoor. Voor de Next Web? Ja. Als je naar die organisaties daar kijkt in Silicon Valley, hebben die de cultuur wat jou betreft heel goed geregeld? Of juist niet? Nou, ze spenderen wel heel veel energie, geld en tijd eraan. En de eerste keer dat ik bij Facebook was, nou, je kent die techbedrijven ook wel. Je kwam daar binnen, hadden ze net een nieuw kantoor. En dat is een soort Disneyland voor volwassenen. Weet je hebt 5 restaurants waar je gratis kan eten en een ice cream shop en een game hall. En je kan je puppy mee naar kantoor nemen, je hebt een stomerij. Dus als je daar binnenkomt, ja, ik ben best wel een geek. Ik kwam daar elke 3 maanden en ik kwam bij al die bedrijven binnen. En ik was best wel, ja, zo ik dacht van wauw, weet je wel. Bij Facebook dacht ik echt, wauw, dit is de plek om je beste werk te doen. Want alles is voor je geregeld, zodat je alleen maar hoeft te focussen op dat probleem wat je aan het oplossen bent. Maar ja, dan kom je daar vaker en dan spreek je mensen. En dan hebben ze ook een manager die onzeker is en niet durft te delegeren. En daardoor dat hele team met elkaar overhoop ligt. En dan gebeuren ook allemaal dat soort dingen. Ik denk, oh ja, het is toch niet... Het is geen enkel bedrijf, is het perfect. Maar ik pakte wel elke keer wat op. En dat ging ik dan bij de Next Web, want toen groeide heel hard, ging ik het uitproberen. En vooral bij MessageBird, waar ik ook nummer 7 was, waar aan het begin gewoon heel hard moest groeien. Of wilde groeien. Hebben we heel erg ingezet op die cultuur. Dus ik begon steeds dingetjes op te pikken en dacht, nou, ik ga het gewoon zelf uitproberen. Soms een beetje een baantje ernaast, zeg maar. Wat is, misschien een beetje een flauwe vraag, wat is nou de meest verrotte cultuur geweest die je ooit bent tegengekomen bij een bedrijf? Ja, dat is lastig. Een goede vraag, maar het is lastig. Je hoeft de naam misschien niet te noemen. Nee, nou ja, ja, precies. Ja. Is het snel over met de nieuwe klanten. Nou, meest verrotte cultuur. Nee, weet je, je hebt in elk bedrijf gewoon mensen die geen goede fit meer hebben met dat bedrijf. Er is niemand die de eerste dag op werk komt, hè, op zijn nieuwe baan, en denkt, zo, over 4 jaar ga ik hier de grootste azijnpisser worden. Maar toch gebeurt het. Hè, dus er is iets wat, dus dat bedrijf gaat een andere kant op. En die mensen hebben gewoon geen fit meer. En die zouden eigenlijk veel gelukkiger zijn als ze ergens anders terecht zouden komen. Maar dat hebben ze zelf niet door. En dat bedrijf komt niet echt van ze af. Ja, en dan merk je, sommige mensen gaan dan heel ver in een soort sabotagegedrag. En daar komen hele nare dingen uit in teams. Mensen elkaar niet vertrouwen en elkaar dwars gaan zitten en heel veel politiek gedrag. Ja, dat kom je in organisaties tegen. En bij de ene organisatie zie je het heel veel. En bij andere organisaties gaat het wat beter. Heeft elk bedrijf een bedrijfscultuur? Ja. Het is niet altijd benoemd. Nee. Waarom zou je het moeten benoemen? Omdat je ziet dat de bedrijven die wel bewust bezig zijn met de cultuur veel harder groeien. Heel veel onderzoeken van. Er is 1 heel mooi onderzoek van Kotter. Over 20 jaar tijd hebben ze 200 bedrijven gevolgd. En daar zie je gewoon de bedrijven die heel erg bezig zijn met de cultuur. Die hebben enorme groei in omzet en winst ten opzichte van bedrijven die denken van, ja, we hebben een cultuur, maar laat maar, weet je, komt wel goed. Er is een groot verschil tussen mensen die zeggen, of bedrijven die zeggen, kom wel goed, of hey, die cultuur kan ons ondersteunen in het ding wat we willen doen. Kan je ons eens meenemen hoe dat werkt, zo'n begintraject? Want ik denk dat mensen nu zitten te kijken en denken van, ja, mijn bedrijf zal dan ook wel een cultuur hebben, maar geen idee wat dat dan is. Dus ja. Als je dan bij een bedrijf binnenkomt, waar begin je dan mee? Ja, dus waar we echt beginnen, 9 van de 10 keer is wel medewerkersvragen van, wat gaat hier goed, wat gaat hier niet goed? Meestal beginnen we met een anonieme enquête, die sturen we het bedrijf in. Doe eerst even een kick-off en dan zeggen we van, ja, ik zeg dan niks, ik sta daarnaast. Maar de CEO of iemand van het management zegt van, joh, gaan hier dingen heel goed, maar volgens mij gaan er ook nog wel dingen zitten in de weg. We willen het heel graag van jullie weten en daarom sturen we een anonieme enquête in, zodat je gewoon echt even kan delen wat je wil. Wat voor vragen staan er ongeveer in?
Nou, waarom ben je trots hier en waarvan zou je meer willen zien? Maar heel vroeg in de enquête zou ik ook altijd de vraag stellen... waarvan word je gek hier? En wat vermindert je productiviteit? Wat zit er nou in de weg? Weet je, anders krijg je weer zo'n enquête van de mooie nieuwsshow. Ja. Weet je wel? Maar je wil ook gewoon vragen van, wat zit er nou in de weg? Wat zouden we beter kunnen doen om jou beter tot je recht laten komen, bijvoorbeeld? Ja, dat soort vragen. En dan vervolgens, dan heb je die enquête binnen? Ja, dus dan heb je een beetje... Dan weet je best wel goed te pinpointen... wat zijn nou de grote thema's die hier spelen... van wat er goed gaat en waar je dus meer van wil zien... Mm-hmm. en wat er niet goed gaat en wat je eigenlijk het impact daarvan wil... En zit dat vaak meer op organisatorisch vlak of meer op individuen? Beide. Kijk, de structuur van een bedrijf, dat soort dingen... dat is niet cultuur, maar het heeft wel een hele enorme impact op de cultuur. Ja, mensen, uiteindelijk is een bedrijf natuurlijk mensen. Mm-hmm. Dus ja, er zitten ook dingen bij. Ja, er kan ook een manager zijn die gewoon niet op zijn of haar plek zit. Ja. Ja. En dan, je hebt het ook vaak over de kernwaardes van een bedrijf. Hoe ga je die definiëren? Ja, dus als je die enquête hebt gestuurd, dan heb je wat gebeurt hier. En vaak gaan we dan ook nog eventjes in focusgroepen. Dus met kleine groepjes mensen, 6-7 mensen. Die mixen we dan, ook anoniem, gaan we wat dieper even graven. Oké, we weten wel goed welke thema's hier nou echt spelen. Maar we weten niet zo goed waarom. Het kan best zijn dat iemand die enquête invult die zijn dag niet heeft... en die begint echt overal op te zeuren. Dan wil je toch even bij een groter groepje polsen van... er komen dit soort thema's uit, wat vinden we daar nou van? En geldt dit alleen voor de groep developers of heeft iedereen in het bedrijf hier last van? Dan kun je hem wat beter duiden. Mm-hmm. En dan heb je een duidelijk vertrekpunt. En dan gaan we meestal kijken, wat is nou de cultuur die je wil? En op een goede manier, zeg maar, goede fundering van je cultuur... is het toch vastleggen in kernwaarden. Er is ook weer een probleem mee. 80% van de Fortune 500 companies heeft kernwaarden. Niemand leeft ze. Ja. Weet je, dat is mooi op de muur, een mooie poster. Ze schijnen nodig te zijn. Precies. Ja. Ja, als concurrent heeft het ook. Laten ze ook maar maken. Wat voor kernwaarden? Want je hoort altijd die kernwaarden van Netflix zijn volgens mij heel populair. Ja, dat deck is heel populair. Ja, ze hebben zo'n deck op SlideShare gezet. Die is openbaar verkrijgbaar, hè? Ja, die is echt 14 miljoen keer bekeken. En heel veel bedrijven die kopiëren eruit. Maar die hebben bijvoorbeeld een kernwaarde transparantie. Nou, dat is een hele moeilijke om te leven. Ja, want kopiëren is natuurlijk één ding. Maar ja, wij zijn transparant. Helemaal niet op jouw bedrijf. Nee, dat is heel gevaarlijk. Want transparantie, veel ondernemers vinden het best makkelijk om te delen wanneer het goed gaat. Ja. Maar het wordt natuurlijk, en ik zou dat zelf ook moeilijk vinden, het wordt een stuk moeilijker als het slecht gaat. Als je verlies maakt, dan moet je ook transparant zijn. Ja. Als er mensen uit moeten, en waarom, moet je ook transparant zijn. En dan wordt het een stuk lastiger. En dat hoeft niet per se de kernwaarde te zijn die jou gaat helpen je doelen te bereiken. Kijk, er is nu een enorme trend gaan, hè, dat heel veel bedrijven met hun cultuur bezig zijn. Dat is heel mooi voor mij. Maar uiteindelijk maak je het, die cultuur, die probeer je zo optimaal mogelijk te maken. Zodat je je purpose kan leven. Zodat je duidelijker, sneller je doelen kan behalen als bedrijf. Maar dan kom je erachter, hè, dat er een aantal dingen niet zo goed gaan in je bedrijf. Ja, bij elk bedrijf. Bij elk bedrijf, tuurlijk. Ja. Maar een cultuur veranderen, omdat het vaak best wel diep geworteld zit in de medewerkers... Ja. is volgens mij krankzinnig lastig. Ja. Dus, wat gaan we dan doen? Ja, dus die tweede stap, de definiëren van wat is nou de cultuur die je wil. Dan heb je die kernwaarden en dan moet je ermee aan de slag. Overigens gaan hier veel consultancybedrijven, merk ik, stoppen hier. Hè? Dus dan zeggen ze, dit is je huidige cultuur. Dan hebben ze heel veel onderzoek naar gedaan. Dit is je gewenste cultuur. Dan hebben ze een soort gap-analyse, een mooi rapport, dikke factuur. Succes. Ja. Dan komt het echte werk. En dat is natuurlijk super lastig, want dat gaat over gedragsverandering. Ja. Het gaat over gedragsverandering van ons allemaal. En we weten hoe moeilijk dat is. Ik bedoel, ik ga dan 2 weken naar de sportschool en dan denk ik, mijn gedrag gaat redelijk goed, weet je. Om de dag ga je. Ja. En dan komt House of Cards uit en dan zit ik weer 2 weken op de bank. Dus gedragsverandering is best moeilijk en dan is het helemaal in groepen. Maar goed, je kan daar echt wel op korte termijn heel veel mooie dingen in doen. En je ziet keer op keer bij elk bedrijf weer, omdat het om mensen gaat, zie je dezelfde thema's terugkomen. En dus de basis van een goed presterend team is bijvoorbeeld vertrouwen. En teams waar heel veel politiek gedrag zit, dat betekent eigenlijk dat men elkaar niet vertrouwt. En dan gaat het niet om vertrouwen dat als wij al 5 jaar samenwerken, dat ik weet dat jij je heel goed voorbereidt voor zo'n gesprek als dit. Mm-hmm. En dat je weet dat ik misschien wel te laat zou kunnen komen, hè, want je kent me al. Ik was vandaag op tijd. Maar, ja. Maar het gaat meer om het vertrouwen dat wij een relatie hebben, dat ik kwetsbaar durf te zijn. Dat ik tegen jou durf te zeggen waar mijn fouten liggen. En dat jij samen met mij in de discussie durft te belanden over iets wat we samen gaan doen. En dat we er hard tegen hard durven te gaan. En daar is die basis van vertrouwen voor nodig. En dat ik weet dat ik niet politiek me moet uitdrukken. Dat ik alles tegen jou kan zeggen. Dat ik niet tegen iemand anders moet zeggen, kun jij even zorgen dat Remy dit hoort? Want dan kan ik... Hè? Als je na moet gaan denken over hoe ik iets naar jou ga brengen, dan is dat al politiek. Maar als je dus die basis van vertrouwen hebt, dan kun je door naar de volgende stappen om echt naar een resultaat te gaan. Betekent dit soort trajecten ook wel vaak dat er mensen uit moeten? Of niet per se? Ja, dat hoeft niet per se. Maar goed, als je kernwaarden hebt gedefinieerd en je kijkt... Ja, ik vind wel, als je kernwaarden helemaal hebt en je zegt, dit is de cultuur die we graag nog meer willen zien. Daar zijn we nog niet, maar daar willen we heen.
daar ga je dan ook mensen op aannemen. Dat is het idee. Mm-hmm. En aannemen op kernwaarden, daar is ook een manier voor om dat te doen. Maar dan denk ik ook dat je eerlijk even moet kijken naar de mensen die je hebt. Dan passen die nog wel bij ons. Ja. En dan kan het zijn dat andere mensen dat er mensen zijn die gewoon ergens anders beter terechtkomen. Ja, maar dat is het ook. Vaak hebben ze het zelf niet door. Zijn ze zelf eigenlijk ook wel ongelukkig in die fit waarin ze zitten. En kun je ze gewoon heel goed helpen door ze ergens anders bij een ander bedrijf neer te zetten. Welk onderdeel van jouw werk vind jij nou eigenlijk het lastigste om te doen? Ja, dat is die implementatie toch wel. Dus als je de kick-offs heb je gehad, hè? Ja. Alle informatie opgehaald, je weet waar je naartoe wil. Ja. Daarom doen we het ook altijd samen met mensen die daar... Dus we vormen altijd een cultuurteam van de mensen die daar een natuurlijke invloed hebben. Dus met de receptionisten. En we vragen altijd aan het management, joh, we gaan beginnen. We hebben de huidige cultuur, we hebben het gewenste cultuur. Nou, dat doen we eigenlijk al met dat cultuurteam. En we vragen nu van, vorm nou eens dat cultuurteam. Wie heeft hier nou een natuurlijke invloed? En dat betekent niet alle managers in zo'n cultuurteam douwen, juist niet. Soms vragen we het met een enquête aan alle mensen. Van wie krijg je nou de meeste energie? Of naar wie ga je altijd toe als je hulp nodig hebt? En die mensen nodig je uit om een cultuurteam mee te vormen. Zodat die mensen het ook voor je kunnen opnemen als je er zelf niet bij bent. Er zullen er ook vast altijd wel een paar zuurpruimen tussen zitten die de hele dag alleen maar erover lopen te zeiken en er geen zin in hebben. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Want die moet je wel meekrijgen op een of andere manier. Ja, dat is de vraag, hè, of je die mee moet krijgen. Ze gewoon maar een beetje... Ik ben natuurlijk ook nog steeds heel veel ervaring aan het opdoen. Op dit moment focus ik me altijd op de 80%. Dus ik zie het zo voor me. Als we zo'n kick-off doen van cultuur, dan zie je zo'n groep mensen in de zaal. Nou, dan staat de helft staat zo. Hè, want ze vindt het allemaal heel spannend, van wat wordt er allemaal nou verteld. 10% staat zo, eindelijk, laten we iets gaan doen. Nou, die mensen, daar vorm je meestal het cultuurteam van. Nou, dan staat er 70% zo van... Ja, geen idee. Ja, het kan wel wat worden. Maar ja, hoe gaat dit worden? En daar zie ik wel een issue. En 20% staat echt zo... en staat met hun hoofd nee te schudden van... ja, jongens, dit gaat nooit werken. Nou, en je energie denk ik dat je moet focussen op die 10 en die 70%. Die 70% kan beide kanten op. De azijnpissers kunnen zo iemand meten... ja, het gaat nooit werken. En dan heb je nog meer azijnpissers. Mm-hmm. Of ze kunnen de positieve kant op slaan. Dus dat is waar we nu onze energie op richten. En soms is het heel mooi als azijnpissers ook meegaan. Maar ja, soms is het niet anders. Dan lukt dat niet. Nou zag ik op jouw vlog nog een paar bijzondere woorden voorbij komen, terwijl je een sessie aan het voorbereiden was. Ik was toch even benieuwd wat dat nou precies was. Dat waren de Super Chickens, de Anxiety Party en de Marshmallow Challenge. Ja. Dat klonk allemaal heel en als Silicon Valley-aans. Ja, ik probeer altijd heel veel Nederlandse termen te gebruiken, maar ik lees al mijn content in het Engels en de boeken. En ik zit natuurlijk in die start-up wereld heel lang daarin gezeten. Maar goed, de Super Chickens, de superkippen. Wij organiseren veel sessies, die designen we. En dan pakken we een verhaal wat daarbij past. En we hadden het verhaal over Super Chickens. Dat is een bioloog die wilde een onderzoek doen naar productiviteit. En die dacht, nou, ik wil dat doen. En dacht, eigenlijk is de meest makkelijke manier om dat te doen is gewoon kippen te onderzoeken. Want daar kun je de productiviteit heel makkelijk meten. Hoeveel eieren worden er gelegd. Ja. En net zoals mensen leven, werken kippen gewoon in groepen. Dus die ga ik onderzoeken. En dan had hij, zoals dat mooie is bij zo'n onderzoek, heb je een controlegroep. Hij had gewoon normale kippen en had superkippen. Nou, normale kippen die liet hij gewoon voor 6 generaties met rust. Heeft hij gewoon zo op een stukje grond gezet en dat ging allemaal goed. En liet hij gewoon lekker zijn gang gaan. En bij de superkippen ging hij bij elke generatie ging de Elon Musk eruit halen. Dus de kip met de meeste eieren, die de meeste eieren legde, die het sterkst was, die het dikst was. Die pakte hij eruit en dan maakte hij daar weer een nieuwe supergroep van. En dan pakte hij weer Steve Jobs eruit die kippen. En dan zo bleef hij, elke generatie bleef hij tinkeren aan die groep. En dan na 6 generaties kippen ging hij kijken. Nou, dan keek hij naar die gewone groep kippen. En het resultaat zal je verbazen, in ieder geval mij verbazen het. Die gewone groep kippen, die deed het eigenlijk best wel goed. Die waren allemaal gewoon dik, ze hadden allemaal hun veren nog. En hadden best wel een hoge productie, hoger dan hij had verwacht. En toen ging hij naar die groep superkippen en daar waren er nog maar 3 levend. En de rest had elkaar allemaal kapot gepikt. En dat komt omdat hij was alleen maar bezig met de individuele resultaten te optimaliseren. Dus die kippen zelf waren ook alleen maar bezig met hun eigen resultaten. En als iemand alleen maar gefocust is op zijn eigen resultaat, dan leidt het groepsresultaat eronder. En dat is een mooie vergelijking met de mensenwereld. Wij kennen dat ook wel. Wij zijn ook altijd op zoek naar de superkippen. De high potential programs. En weet je wel, altijd op zoek naar de sterren. Wat zeg je? Want die gaan voor zichzelf. Dus. Ja, uiteindelijk. Nou, kijk, ze presteren wel goed. En dan komt er nog geld bij. Bonussen, gaan we de bonus opgooien. Dan gaan ze waarschijnlijk nog beter presteren. Maar als je kijkt naar al die onderzoeken, is dat geen garantie voor succes? Is het niet de garantie dat een groep het beste in elkaar naar boven haalt en samen iets heel moois neerzet? Dus samenwerken, dat wordt er niet beter op als je alleen maar kijkt naar sterplayers.
Die gaan elkaar allemaal in de weg zitten. We moeten die andere twee om tijdsredenen even overslaan. Ik wil nog één tip van je hebben, want je leest heel erg veel. Ja. Als mensen nou meer willen weten over die bedrijfscultuur en hoe ze dat bij zichzelf kunnen verbeteren, wat is dan één boek die ze zouden moeten lezen? Ik denk op dit moment The Culture Code van Daniel Coyle. Ja, die gaat heel erg in op dat vertrouwen, waarom dat zo belangrijk is. Hoe de Navy SEALs samenwerken. Hoe Pixar 19 films heeft gemaakt, waarvan 15 super groot succes is. En mijn favoriet, Creativity Inc. van Ed Catmull van Pixar. Briljant. Ja, ook een goeie. Jurg, mag je hartelijk danken voor dit gesprek vandaag en je inzichten over het verbeteren van bedrijfscultuur. Ja, graag gedaan. Leuk. En jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe video van 7D TV. Wil je meer gave verhalen van topondernemers horen? Schrijf je dan in op al onze social media kanalen en natuurlijk op de nieuwsletter. Dan mis je geen enkele video. Voor nu bedankt voor het kijken en tot snel.